Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Mijn naam is Jos de Oorts, ik ben 28 jaar en ik geef les op basisschool Het Groeipunt in Vroomshoop. Ik geef daar les aan groep 5 en ik ga jullie vertellen en laten zien hoe mijn werk als leerkracht er nu uitziet in deze coronacrisis. Gekke tijd, echt wennen voor kinderen, ouders, maar ook voor ons als leerkrachten is het erg wennen omdat alles loopt heel anders dan normaal. Nou, ik wil graag even beginnen met een bingootje. Nee, is niet waar hoor. En ik had helemaal geen bingo. Nou, iedereen lag in een deuk. Ik heb net even koffie gedronken op 1,5 meter afstand met een paar collega's. En ik zag net dat er al een paar vragen waren van kinderen. En dat de resultaten al binnenkwamen. Dus ik ga aan de slag. Dit is het uitzicht. Dit is het kleuterplein. Ik zal nog even verder lopen, dan zie je nog wat meer. En aan de andere kant is trouwens het plein van de bovenbouw, middenbouw. Kijk, en hier zie je twee spandoeken van ouders en kinderen met Wij missen jullie. Superleuk. En, wij hebben hier ook nog een mooi uitzicht in de klas. Want dit is ons eigen bos. Een prachtige visual. En dat kun je ook lekker lezen. Goed, ik ben nu klaar. Nu ga ik naar beneden toe, want ik moet op enkele kinderen passen die hier op school zijn. Of passen, even helpen met schoolwerk en even een beetje voetballen, even bal overtrappen. Maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen leerlingen nog, die straks ook weer met vragen komen, denk ik. En ik heb nog iemand met wie ik ga videobellen. En je merkt wel bij kinderen, vind ik, dat je moet ze echt helpen herinneren aan die 1,5 meter afstand. Het is gewoon bijna zo vanzelfsprekend voor de kinderen. Om op je af te komen, een high five, weet je wel, wat je normaal doet. Dat is gewoon nu wat lastiger. En je moet gewoon zelf daar heel goed op letten. En die kinderen helpen herinneren. Push it down. Kijk, dit is de school. Met daar de mooie spandoeken. Oh, kijk, en we hebben hier ook nog lieve kinderen. We missen jullie. Leuk, hè? A few moments later. Hier, dit is ook wel leuk. Hang dit op in je klas. Zij hebben, krijg je een duimpje. Hun hebben, krijg je straf. Nee hoor, dat niet. Ik zat even rond te kijken. En de dingen die ik in de klas ophang, stappenplannen en zo, die deel ik dus ook met de kinderen via de ouder-app. Zodat ze nog wel een beetje daaraan herinnerd worden. Net kreeg ik een vraag van een kind. Lieve Mees, ik snap som 4 niet. Mama ook niet. Hoef ik hem niet te maken? Nou, ik denk dat je het wel kunt, dus ik ga even mijn best doen om te antwoorden. Ik heb voornamelijk contact via berichten, via onze school-app met de ouders en met de leerlingen. De kinderen hebben een eigen account en die kunnen mij gewoon bereiken en die kunnen me vragen stellen. En dat werkt op zich heel goed. Nou, deze week gaan we ook weer videobellen. Dan doe ik gewoon even een rondje hoe het gaat met de kinderen. Wat tips uitwisselen aan elkaar. Ik doe dan even een rondje met een bubblebox. Dan heb ik van die leuke kaartjes met vragen erop. En ik merk dat de kinderen dat wel heel leuk vinden. En ook dit, het is nieuw. Dus microfoons staan eerst nog uit. Maar goed, als je als leerkracht de leiding neemt, dan gaat het prima. Nou, hier bijvoorbeeld het rooster van Koningsspelen. Dit zet ik 's morgens gewoon op internet. Met een paar linkjes erbij en een instructie. Nou, en de gewone lessen die doe ik op dezelfde manier. Gewoon een roostertje en een aanvullende instructie. Ook handig voor de ouders, zodat ze weten wat er moet gebeuren. Dit is ook heel leuk. Fruit op tafel. Ik weet niet of je dat misschien al kent. Maar dat is van SchoolTV. En er worden de tafels aangeboden. Gratis tip van mij. Ik merk wel dat ik kreeg net ook een appje dat ik op verschillende momenten op een dag echt bezig ben met school. En dat komt omdat leerlingen mij nu digitaal kunnen bereiken.
Dus ze kreeg uiteenlopende vragen verdeeld over de dag. Maar ik probeer wel vast te houden aan bepaalde momenten waarop ik reageer. Dus ik heb, 's ochtends heb ik een moment, 's middags een moment. En, oh ja, meneer, u kunt daar niet langs. A few moments later. Wat ik vaak doe, is dingen terug laten komen in mijn berichtjes naar de kinderen toe. Of in filmpjes, die ik dagelijks ook gewoon vaak doe. Ik denk dat de kinderen dat wel leuk vinden. En dat kan voor alles zijn, soms een grapje of een afspraak die je gemaakt hebt met de klas. In mijn geval, ik heb met de klas afgesproken, of eigenlijk heeft de klas met mij afgesproken. Wie is hier de baas op de basisschool? Dat ik één keer in de week capiche mag zeggen. Dus volgens mij is dat gewoon leuk om terug te laten komen. Kijk maar even. En het zijn gewoon vakken die we ook op school doen. Ook gym zit erbij, dus je kunt lekker thuis gaan gymmen. Capiche? Dat mag ik niet meer zeggen, hè? Oh ja, één keer in de week. Ja, dat herinnert kinderen volgens mij gewoon naar school. En ja, soms gaat mijn horloge ook gewoon praten. En het gebeurt ook wel eens tijdens lessen. En ja, dat is leuk om erin te laten, denk ik. Ik zal jullie wat erover vertellen. Dat had ik al bedacht. Siri. En wat ook leuk is, denk ik, is om iets van jezelf te laten zien. Zodat kinderen in ieder geval de leerkracht nog een keer zien. En in mijn geval was het zo dat ik had aan de klas gevraagd. Wat zou je leuk vinden om nog eens een keer te doen op school? Wat zou je leuk vinden? En velen hadden toen het plan om een keer een DJ-les te houden op school. Nou, superleuk idee natuurlijk. Alleen nu is dat een beetje lastig. Komt wel weer. Maar ik bedacht om alvast een voorproefje op te nemen, waarin ik wat uitleg over de apparatuur en hoe het werkt. Kijk maar even. Nou kijk, dit is de DJ-set. We hebben hier aan de linkerkant de speler. We hebben aan de rechterkant de speler. En in het midden hebben we de mixer. Dat was de mix. Mijn gezicht is nu roze. Het komt door het lampje. We hebben ook als team een filmpje gemaakt voor de kinderen. Dat hebben wel meer teams gedaan. Die hebben ze misschien wel voorbij zien komen. Wij hebben een filmpje gemaakt waarin we een wc-rol overschieten, overgooien. En ja, ik heb ook even een bijdrage geleverd. Gewoon één poging. Kijk maar. Oké, daar heb ik vaker over gedaan. En het ging ook wel eens mis. Dit was het. Tot een volgende keer. Doei. Oh, ik kreeg trouwens nog een raadsel van een kind. Het is, waar stond hier? Het is groen en het is lui. Het is groen en het is lui. Knop slaap. Die ken ik echt niet. Meestal is het skiwi, maar die ken ik al. Oh, en ik zag net Mees. Mijn kat vindt jou super lief. Nou, dan weet je dat je... Nee, grapje.